We gaan nog even een paar gemene instinketjes bekijken. Kijk eens naar dit woord. Geloven. Voor de stam haal ik e en weg. De laatste letter is een v. Die zit niet in de tekstkofferschip. Dan is het ik geloof de en wij geloofden. En ik hoor iemand zeggen: Ik zie een f in de ik-vorm. Die zit ook in het kofschip. Nee, 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 laat je niet foppen. Je moet niet naar de ik-vorm kijken. Je moet kijken naar de stam. En de stam van geloven heeft een v aan het eind. En die zit niet in het ex-kofschip. Beven. Voor de stam haal ik en weg. V is de laatste letter van de stam. Die zit niet in het ex-koffschip. Dus het is ik beef de. Wij beefden. En ik hoor iemand zeggen: Ja, maar ik zie toch een F en die zit in het koffschip? Nee, 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 laat je niet voppen. Je moet kijken naar de stam. En de laatste letter van de stam van Beven is een V en die zit niet in het ex -kofschip. Reizen dan. Dit is de stam met aan het eind een zet. Die zit niet in het ex dus komt er de of den achter. Dus is het ik reis de en wij reisden. En nu hoorde ik iemand zeggen. Ja maar, jammer maar, jammer, jammer. nee, 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 nee. Kijk naar de stam. Laatste letter van de stam is de Z. En die zit niet in het ex-kofschip. Nog eentje dan. Verhuizen. De stam heeft een Z aan het eind. Die zit niet in het ex-kofschip, dus is het ik verhuis de. Wij verhuisden. En nu hoor ik iemand zeggen: Ja, maar, maar. Nee. Kijk naar de stam. En de laatste letter van de stam is een z. En die zit niet in het ex-koffschip. Laat je niet foppen. Als we van deze woorden de stam gaan bekijken, dan zien we als laatste letter een z of een v. Die zitten niet in het ex-koffschip. Dus is het. Ik vorm plus de en het meervoud een ennetje erbij. Zo is het, kijk naar de stam. Deze woorden zijn makkelijker. Als we hier naar de stam gaan kijken dan zie je gewoon die f of die s die zit aan het einde van de stam. Dan zeg je die zit in het excofschip. En dan krijg je de ik-vorm plus TE en in meervoud een ennetje erachter. Laat je niet foppen!